Vandaag hebben we dus een inzamelingsactie bij een supermarkt op Rozenburg. Maar het gebeurt ook wel dat we bij een tuincentrum dat we aangeboden krijgen dat we daar een inzamelingsactie mogen houden. En dat wordt dan van tevoren aangegeven. Is het belangrijk? Heel belangrijk. Waarom? Voor het onderhoud van het gebouw en alles. En alles wat we aan voer inzamelen kunnen we dan uitsparen voor het onderhoud van het gebouw op te knappen. Zoals nu moet het weer geschilderd worden en ja, het kost je toch verf, et cetera. Nou, daardoor is het ook, daarvoor is het heel belangrijk. Ik vind dit beter dan geld geven, hier hebben ze rechtstreeks wat aan. En, ja. Ik ben zelf ook eens een keer de kat kwijtgeraakt en dan bel je toch de asiel. En als die daar dan is, dan ben je blij dat ze je kat opvangen. Dus ik doe graag wat voor terug. Ja, voor de poesjes. Wil jij nog even grappen? Nou ja, het is niet zo heel erg druk vandaag, maar we hebben ook wel donaties in geld gekregen. En daar kunnen wij dan ook weer eten op kopen. Dus nou ja, wat we ook krijgen, is allemaal meegenomen. Hartstikke bedankt. Nou, hartstikke goede actie natuurlijk. Sowieso, iedereen houdt toch van dieren om ons heen. Dus en deze dames doen altijd erg goed werk, al jaren. Dus die steunen we graag.